helemaal zo die route. Komt precies aan een politie achter mijn reis. Ik denk, ja, ben... You just give me a... Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag. Dus welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik heb vanochtend een ijsbad gedaan. Daarna heb ik gesport. En ik was mijn camera vergeten. Echt super stom. Maar goed. Ik ben nu thuis. Ik moet zo meteen naar de gemeente in Leiden om een HPV-prik te halen. Mijn tweede. Ik heb hier even lekker een brekertje. Ga ik nu eten. Dus ja, ik moet er eigenlijk zo meteen gewoon vandoor. Daarna moet ik door naar de boekhouder. Ik moet nog langs mijn ouders even wat spullen ophalen. Dus helemaal een regeldagje. Maar ja, weet je, dat je eentje breuren. Fucking lekker deze. Nice. Nou, ik ga me snel... Nou, ga ik me omkleden? Nee. Nou, ik weet niet wat ik zeg. Doei. Oké, nou, dat ging echt sneller als gedacht. Dat was er echt letterlijk 2 minuten. Nou, daar helemaal voor naar Leiden gereden. Ik heb fucking veel honger. Het is 2:30. Ik heb 1 breaker op. Dus ik ga nu even snel naar de McDonald's. Even een cheeseburger halen. Ja, dat kan wel. We zijn toch onderweg. En daarna ga ik naar mijn ouders. Ga ik wat spullen ophalen nog. En daarna ga ik naar de boekhouder. Dus ja, chill. Oké, we zijn lekker bij de drive. Ja. Ik wil gewoon een cheeseburger. Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling alstublieft? Hi, mag ik 1 cheeseburger? 1 cheeseburger. En 1 cappuccino medium. Een cappuccino. Anders nog iets? Hebben jullie ook havermelk? Nee, we hebben alleen sojamelk. Oh, doe maar met sojamelk dan. Ja? Graag. Anders nog iets? Ja, nee, dat was hem. Mag je doorrijden naar Rami? Top, dankjewel. Is dit wat? Is een beetje mooi licht. Of is het oké? Nou, is oké. Oké, we gaaan even een klein inie mini mini mukbangetje doen. Ik ben heel benieuwd naar de cappuccino. Ik heb cappuccino dus met sojamelk. Want ja, ik vind met koemelk vind ik gewoon echt even geen vibe. Goed. Ik vind het lekker. Niet verwacht. Nee. Oké, okay, nice. Needed, very much needed. En dan heb ik een schattig cheeseburger. Ik heb nog nooit alleen een cheeseburger besteld, denk ik. Dat is echt niks voor mij. Oh mijn god, ik herinner me nu dat ik frietsaus heb. Dat maakt het wel weer heel slecht. Of een chilisaus. Oh wacht, is het überhaupt nog wel goed? Er staat geen kalo datum op. Deze chilisaus is dus zeg maar over datum. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Deze is letterlijk 1 dag over datum. Ja, dan ga ik dit ook niet eten. Nee, we gaan niet ziek willen worden. Oké, we gaan het gewoon houden bij de cheeseburger. Jam. Ik bestelde vroeger altijd een cheeseburger. Dat was echt mijn go-to bestelling. Maar het is voor mij nu echt te klein geworden, hoor. Echt erg. Ja. Ik heb ook gesport. Dus... ik zit weer 101 smoesjes voor mezelf te verzinnen. Mmm. Lekker. Wel lekker hoor. Nou. Maar net. Zat ik dus de route te zoeken op mijn telly. Achter het stuur. Ik weet het mag echt niet. Maar ik zit gewoon. Eigenlijk weer heel snel zo die route. Komt precies aan een politie achter mijn reis. Ik denk ja, ik ben een lul. Dus ik had een soort verkeerd gegeten. Moest ik een soort eraf en de rotonde en weer terug. Ging die politie ook echt achter me aan, die rotonde en weer terug. Dus ik dacht echt, hoezo gaan ze me nou niet aanhouden, weet je wel? Gaan ze nou niks zeggen? Maar ze gingen er echt af en ze moeten er niet af. Het was alleen een rotonde om en weer terug. Ze snap niet, hebben ze dan mijn kenteken opgeschreven of zo? Ik weet niet hoe dat soort dingen allemaal werken, maar... Maar... Nu hebben we misschien wel de lul, I don't know. Zo, het is warm hier, joh. Er zit nou altijd maar 1 augurk op. Ja, ja. Kouloos keer. Kan je vragen met extra augurk? Want ik vind augurk zo lekker. Waarom is dit echt fucking lekker? Gewoon op je maandag. Het voelt gewoon lekkerder omdat het normaal nu niet mag van mezelf. Zoveel gegeten dit weekend weer. Kan echt niet. Maar ja.
It is what it is. Ja, dat heb ik echt wel nodig. Ik heb nog niks gegeten, hè. Ik ben al fucking wakker sinds 8 uur. Gesport, ijsbad gedaan. Ah, er zat een breaker op. Ik lieg. Ik ben een lichtbeest. Nou, ik ga even gezegd naar mijn ouders. Ik heb eigenlijk niks te zeggen. Nou, kan ook wel eens wel, weet je. Oh ja. Deze zaterdag is Koningsdag. Ik ga sinds jaren weer een keer naar een festival. Vroeger ging ik dan naar Kingsland en Slam FM en zo, maar ah, geen hol aan. Nu gaan we naar Fear of Mind. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor echt mixed stories. Maar voor mij is het gewoon keihard beuken. Nou, vind ik wel leuk. Maar vooral leuk omdat we gewoon echt met een leuke groep gaan. Ik ga die sausjes weggooien, want ik vertrouw het niet. Ik ga nu weer verder rijden. Oh, hier lag ook nog een chili saus. Tot wanneer was deze goed dan? Oh, deze was helemaal over. Huh? Oh nee, ook dat gisteren. Nou, it's a sign. It's a sign. Ik ga weer rijden. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Tot wanneer was deze goed? Ik heb de hele ochtend een beetje gewerkt. Het is nu bijna 11:30. Ik ga me zo even omkleden, want ik zit nog in mijn badjas. Dat kan echt niet. Ik heb vandaag lekker een hele dagje thuis. Ik moet wat dingetjes fixen. En ja, vanavond ga ik sporten. En daarna heb ik een première van de Challengers. Ga ik gezellig in met Maggie. Superleuk. En ja, helemaal gezellig. Nou guys, het is 2:30. Ik ben de hele tijd bezig geweest met die kutselpie. Oh, hij stond op een hele gekke filmmodus. Maar ik heb 6 mega zakken vol. Vol gekregen. Inzien. Het is 2:45. Ik had nog niks gegeten. Dus ik heb nu even snel 2 crackers. En ik heb lekker eitjes. 3 eieren. Make-up is snel gedaan. Een boodschap halen. Voor vanavond. Ik moet een TikTok filmen. De giveaway. Ik ga dit lekkere noedelrecept maken uit Thomas' boek. Yum! Ik ben met Maxter! Yeah. En ik heb weer noedels gemaakt uit Thomas' kookboek. Kimchi gochujang noedels. Yummy! Oh my god, yum. Ik dacht, dit werkt wel. Oh my god, wie ben ik met die tripod? I love it. Sorry, maar the difference? Wie was in Cura voor 10 dagen en wie niet? Nou dat we gaan lekker waar, naar die... De Challengers. Was de trailer leuk trouwens? Ja, wel met Zendaya en 2 andere jongens. Hmm. Nou, We shall see. We shall see. Keep you posted. Thomas wordt even geïnterviewd. Met Max. Ja, ik wil gelijk op tennis. Ja. Wacht, heb ik een vraag. Want wat maakt deze sport zo leuk? Het is zo sportief en je zit er zo in, zeg maar, ik heb geen schoenen en jongens. Ja, en het tennis ook. Ja, het is best wel sexy film. Ja. We waren dus net bij de film. Het was echt zo'n leuke film. Ik wil echt nu al tennissen. Jongens, ga naar de Challengers. We gaan lekker. Nee, maar niet alleen. Het was echt. Het duurde 2,5 uur, maar ik zat er zo in. Het was zo spannend. En ik vind de jongen best knap hoor. Ja? Die blonde. Nee, die andere. Nee, die blonde. Die blonde bedoel ik. Ja, maar hij heeft een beetje een raar hoofd. Ja. Nee, hij is wel die oudere versie van hem, is best knap. Ja. Ja. Nou ja, het was gewoon echt heel erg leuk. Maar jij bent dus ook kleur. Nee, mij. Nou, ik weet even wat ik wil zeggen. Ja, je moet er gewoon heen. Het is echt super leuk. Het was echt super leuk. En ja, het ging heel snel. Normaal heb ik echt tijdens een film dat ik denk, oh, ik wil dat op mijn telefoon gaan kijken hoe laat het is en hoe lang het duurt. Ik heb letterlijk geen één keer gekeken van hoe laat is het. Nee, maar de telly was ook in de tas. Maar ja. Ik vind het gewoon echt geweldig. Ja, je moet sowieso je moet er echt heen. Nou, wij gaan nu lekker naar huis. Ja. Wachten op hun. Vlog take over. Ah!
een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik moet nu naar kantoor voor een meeting en pakketjes ophalen. En ook moet ik even een grote tas meenemen. Ik heb net de giveaway gefilmd. Die staat nu live. Volgens mij als deze vlog online komt, maak ik al de winnaar bekend. Dus kan je niet meer meedoen. Maar het wordt echt een hele leuke giveaway. Het is helemaal excited. Ik heb net lekker gedoucht en gesport. En nu hebben we avondeten. We hebben lekker wraps met kip en dan deze salade erin. En we gaan vanavond naar de film. Ik ga weer naar de film, zeker naar de film. Zo ga je nooit, zo ga je zeker in de week. Achter elkaar. Maar we gaan naar de... Hoe heet het nou? The June. The June. The June. Part 2. Ik ben benieuwd. Vast wel leuk. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. We waren gisteren naar de film Dune. Duurde lang. Het was wel echt een hele vette film. Maar de film duurde 3 uur. 3 uur! Nou, sorry hoor. Dat vind ik echt heel lang. Maar het was wel echt heel gaaf gemaakt. En heel leuk. Ik ga vandaag Maggie de hele dag helpen met inpakken. Want ze gaat verhuizen. Dus het wordt een leuke dag. Ja. Heel leuk. Echt zoveel zin. Nee, I'm a good friend. Ik ben met Maxertje. Hallo. En we gaan verhuizen. Alles inpakken. Oh my god. Zo wat raar. Erg, hè? Wat ja. Erg. Nou, ga mijn hele huis inpakken. Ja. Want morgen, ik ga verhuizen. Ja. Nieuwe huis. Wel heel leuk. Oh my god, ja. Mega. Wow, dit is echt matchy, want je hebt dit. En dan die haarklip. Is echt dat de hele... Thank you. Thank you, babe. Gestolen. Oepsie. Ja. Leuk. Leuk. Nou, wij zien er echt uit als twee ratjes. Maar we hebben onze nagels laten doen. Oh. Maggie heeft leuk oranje van Koningsdag. Ja, ook voor lente. Ja, ook heel leuk. En ik heb gewoon een beetje wit beige. We zijn nu bij Basket. Lekker koffietje drinken. Nou, ik heb me helemaal snel klaargemaakt. Ik heb gesport. Ik heb binnen 20 minuten mezelf gedoucht, aangekleed, make-up gedaan. Hoe de fuck am I? Ik moet er nu snel vandoor. Ik heb een event van Kylie Cosmetics. Super leuk. Dit is het fitje. Oh, die clips moeten er nog uit. Heel basic. Maar ik weet het gewoon even niet meer. Dus we doen het er gewoon mee. Lekker uit eten. Sally. Nou, lekker met de meiden. Echt weer meiden dit. Ja. Hoe is het wel? Ik doe zo iedereen. Leg eens uit, wat vind je lekker? Ja, wat dus heel lekker is, is een Negro Maro. Dat is eigenlijk weer de huiswijn, maar die is echt super lekker. Of, oh. Wil je een visje staan? Ja. En lekker pizza. Oh my god. Ja, zo'n shortje. Ja, leuk. Shortje. Ik film altijd mijn shortjes op de vlog. Ja, lekker. Altijd als ik een shortje doe, maar net hoe lang ik ben, denk ik. Oh, stop. En ook daar ben je zo dronken en denk ik, oh, had ik wel maar niet gedaan. Maar mensen komt ook. Ik vind het zo leuk dat jij filmt als je uitgaat. Ja. Weet je hoeveel YouTubers dat doen? Limoncello. Nee, iedereen met limoncello. Lekker limoncello. Ik ben dronk en ik ga met uit. Ik voel weer dat ik uitga. Ik voel weer dat ik heel dronken naar de Onstelen gelopen ben. Zeg iets boos tegen mij. Het shortje is niet gebeurd, dus ik heb niet naar de vlog. Cheers! Doe jij? Goed te doen. Deze is lekker hoor. Ja, goed te doen. Ik heb hem onder zo helemaal over me heen gezakt. Ik vind hem lekker. Ja, ik vind hem natuurlijk antwoord. Heb je wel één mond gehad? Nee. Ik heb hem helemaal over mezelf heen gegooid. Nee. Ja, echt? Oh. Ik ga gewoon zo. Is dit niet een hele plekje, hè? Oeh, lekker toetjes. Het ziet er lekker uit, maar is het tiramisu? Ja, dat is tiramisu. Lekker. Ook cijfer. Een 7,5. Huh? Een koekje. Ja, maar we moeten de tiramisu nog. Jullie mogen die ook doen, hè? Ja, laat vallen. Het is echt ontzettend lekker, maar geen tiramisu. Maar het is echt heel lekker. Maar heel lekker. Heel warm. Echt heel lekker hoor, maar lijkt ook een beetje op
Ja. Ja. Het is heel lekker. Nee, het smaakt niet naar de tiramisu. De dikke bodem. Ja. Lekker die ook. Die hou ik van. Ja? Lekker een beetje warm, een beetje taartig. Ik hou niet van rare desserts. Maar nee. Ik vind die ook wel lekker hoor. Ik vind heel lekker. Ja, nou, heel maar lekker. Ja. Ja, super, maar juist leuk. Ja, leuk. Oh ja, die lemon pie is ook wel heel lekker. Oh, maar dit koekje ook nog. Dit koekje is heel lekker. Ja, lekker. Dat nee, ik ook. Zullen we nog een shirtje doen? Ja. Zo lelijk. Ik heb een idee. Jij deed vanavond die vlogcamera. Ja, dat is super. Het uitgaan. Ook water nog tegenover. Ja, is goed. Mag dat? Ja, tuurlijk. Dat is dat vaak. Isabel gaat vanavond uit. Maar ik ga niet mee. Maar ik dacht, hoe leuk is het? Dat hij vooral een camera meeneemt en dat hij vlogs tegenover. Ja, best wel. Ben ik er toch nog een beetje bij? Ja, ben ik zo gek. Er staat al een hele tijd. En is geen make-up meer. Zie je dat? Niet vallen. Ja, maar ik ben bruin. Ja, dat is het. Ik heb een make-up mee. Ik ga me zo helemaal onderspelen. Ja. Ja, even een shot bestellen. Lies? Ja, Lies. Kom maar. Maar wat vonden jullie van het eten? Was wel lekker, toch? Heel lekker. Alleen jammer. Ja, we hebben één opmerking. Ja, wat is sushi? Jammer dat het niet goed zit. Ja, we hadden zo'n lekker stukje zucchini. Zo snel jouw wijntje, hè? Ja, en het werd te snel meegenomen, weet je wel? Zo snel. Stel je hebt zeg maar net zeg maar zo'n laagje wijn in je glas. Wil je gewoon even lekker optreden? Toen werd je al weggenomen voordat ik er iets van kon zeggen. Nou, daar gaan we zo nog wel pijn in mijn hart. Ik mis gewoon de wijn. Ja, echt. Oh, dat laatste was zo lekker. Nou, is zich even lekker aan het opmaken in het restaurant, weet je wel allemaal. We gaan zo meteen drankjes doen en we gaan zeggen dat Isabel jarig is. Ja, maar weet je wat het punt is voor het personeel? Hoezo? Ik heb net gewerkt. Ja? Ja. Juist leuk. Fucking mooi. Wel vloggen, hè, dan vanavond. Sowieso. Mooi. Oh, wacht. 3, 2, 1. Ze is een hele bekende actrice, blond haar, hier is het gek van haar. Ze doet ook altijd pyjama party. Shit. Hij is een hele bekende artiest, hij is vroeger met dreadlocks. Hij heeft van die lekkere nummers met zo. Die hele dikke vrouw, die een beetje. Stop maar. Stop maar. Wacht, wie had Erika Terpstra en Koesel? Is er ook een half jaar? Niet films, niet genomen. Nee, ik zeg het je. Elk shotje dat ik neem, film ik. Nu hebben we een huisje. We hebben een huis gemaakt. Dropshot. Cheers. 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 Lekker! Zo lekker! Heel lekker! Heel lekker! Maar lekkerder dan Samari! Oh! Blijvertje! Wat voor cijfer geef je het? Nou, geen cijfer. Wacht even, ik moet heel even nadenken. Ik geef het een 10. Een? 10? Ja, bevers zou je schijnbaar niet geven. Nee, ja, nog één. Ja, of een apenkop. Ja, oeh. Nee. We gaan doen alsof Isabel jarig is in deze tent, terwijl ze niet echt jarig is. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, happy birthday! Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. In de gloria. Piep de piep, hoera! Piep de piep. De meid is helemaal jarig.
Ik stond daar, jouw mooie vlag. Hey, cheers to Isabel! Oh, effe, hè? Cheers! Oh, daar is het vlog! Nee, kijk. Elk shotje dat ik neem, dat vlog ik. Wat dan onthouden? Vlog ik over. Ja, ik was in Amsterdam. Het is in... We zijn in Leiden. Vlogde ik over Isabel en Raoul. Ik lag ernaast, ik heb 4 jaar wekker. Ik zei het al. Ja, jij zou, Saar, ga je of die wekker uitzetten of ga je naar de sportschool? Zeg, weet je wat ik heb die wekker nooit. Ik ben blij, jongen. Ga je nog naar de sportschool? Nee. Ik dacht echt, waarom heb je dan nog 4 keer die wekker gezet? Zet even uit dan. Ik werd wakker dat ik niet op die bank. Isabel ligt altijd op de bank. Ja, ik vind het zo lekker. Isabel houdt van mijn bank. Ik is gewoon lekker. Dat gaat het helemaal gaan. Een hele goede en geile avond. Hey. Ja, Silas. Silas. Je moet aan de kant. Oh, hi. Ga je doen? Ga naar huis. Nee, grapje, ik ga uit. Ik zie je zo. Ga je nou? Naar een andere club die hebben we kunnen we echt niet. Ga je nou? Nee, staan we gewoon. Waar gaan jullie dan? Ja, naar een andere club. Ja, welke dan? Ja, dat ben je er nog niet, maar we kunnen wel meeten. Kan ik super komen? Als je heel erg lief vraagt, dan kan ik echt wel naar de super komen. Ja. Als je wel komen, moet ik vragen. Hallo. Ja, wat vind ik nou van meneer? Dubbel de man. Ik ben camera's schuw. Zie hem op. Ik shut down. Oh, remix. En dan uit. Waar dan? App mij. Als je naar Super wil komen of whatever, ik ben daar. Als Super niet aan is, kom ik mee. Ja? Ja. Oké, doei, sweeties. Doei, schat. Wat gezellig, hè? Liefjes. Love you. Love you. Hallo. Hey. Ik ga het weer mee. Oh. Nee, goed. Nee, mijn stem is alweer aan de kloten. Maar ik ga vandaag vloggen in de Super. Ik heb er heel veel zin in. En jullie gaan het allemaal meemaken. En Saartje gaat naar huis. Ja, ik haat het leven. Saar is depressief. Deze guys gaan niet eens mee. Ik haat mijn leven. Boycott Super. Ja, boycott maakt niet uit. Ik vermaak me wel. Indy en Sylvana gaan ook mee. Dus het wordt een hele geile avond. Nou, doei. Dag Saar. Zag jij je dikke waggy die daar staat? Dag Saar. Doei Saar. Stel je hem zo. Doei Saartje. I'm gonna make you mine.
Nee, dat is stress. Zo, het is kruid, hè? Oh, wat erg. Ik ben vergeleken met jou. Oh, ik lijk wel grijs. Nou, je bent waarschijnlijk ook gewoon dead, hè? Nou, the day after. Isabel, lekker een beetje vet verslinger. Ik heb gevlogd, maar... Je weet niet meer in wat. In mijn hoofd zag het er super leuk uit. Ja? Nou ja, in mijn hoofd was het gewoon super gezellig. Maar er was echt niemand. Nou, een goede promo. Hey, ook bedankt. Nee, we gaan zo lekker motti halen. Oh. Oh, dat is dus een soort Korean tteokbokki gimbap. Heb je dat wel eens op gimbap? Een soort sushi. Heel lekker. En kan je dan ook lekker in die saus dippen. Mm. Ja, die corndog. Ja. Zo, oh. Maar als ze die hebben. Ja. Waar hebben ze dat erop gezet? Zal ik eens even kijken voor jou, weet je meisje. Zo ben ik dan ook wel weer. Nee, vandaag hebben we... Nou, ik heb best wel veel gedaan. Jij hebt precies niks gedaan. Ik heb echt alleen maar... niks gedaan. Nou, dat is toch heerlijk? Is toch lekker? Die corndog, waar zag ik dat dan? Oh, hier. Ja, in december. Oeh. Waar heb je het voor het laatst daar gegeten? Ja, vorig jaar september of zo. Oh. Cheese hot dogs plus rosé tteokbokki sauce is heaven. Come try our favorite combo. Ja, misschien hebben ze het wel hoor. Ik hoop het echt. Oh, make the hot dog a regular item. Nee. Ja, dan is het de kans dat het er niet is. Ik hou nog gierig. Maar goed jongens. We hebben tteokbokki, rosé, tteokbokki gemaakt. We gaan natuurlijk even proeven voor jullie. Oh, maar als jullie deze geur konden ruiken. Dat is niet normaal. Oké. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit gaat zijn. Dit hebben we nog nooit zelf gemaakt, hè? Nee. Oh, ik ben ook... Het is wel heel waterig. Toch wel? Nou ja, nee. Hoort ook wel. Kijk, die cheese pool. Nee. Okay. Zo, dit is moeilijk te pakken. En? Lekker. Heeft het een beetje smaak? Ja, maar je moet dan meer saus pakken. Ja, daarom. Misschien moeten we met een Jezus, die... Als je hem eet... Met de saus... Ja... Oh. Doe een lepel erbij. Hey! Ja, moet eigenlijk een lepel erbij. Zullen we het halen? Nee, ik pak wel even. Ik ga nu even een worst eten. Mmm!
Hoe is die worst? Ja, lekker. Wel best wel een heftige smaak. Ja? Ja. Wat dan? Ik vind het wel heftige smaak. Zo, dit is lekker en kiek. We hebben ook een soort noedels erin. Kijk, en dan moet je die saus lekker erop drinken. Ja, dat is echt heel cheesy. Ja, hoe laat is het? Het is al 7 uur. Oh. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is wel een heftig smaakje inderdaad. Oh. Maar het is wel heel lekker. Echt goed, ja. Ik wil gewoon die saus opeten. Ja. Als jullie nog 1 keer naar vakantie dan mocht gaan, welke zou dat zijn? Ja. Het is zo cheesy. Er zit ook gewoon een hele zak. Een hele zak kaas in. Ja. Echt erg. Dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Ik heb een jaar in de week. Wat een heel bijzonder. Hey. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. Hey. We zijn onderweg naar Fremont. We arrived. Dit is echt wel. Allemaal. Het is alweer maandag. Ik heb gisteren de hele dag niks gedaan in plaats van uitslapen, uitbrokken. En ja, ik heb lekker sushi besteld in de avond en ben op tijd naar bed gegaan. Dus ik wil hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En mij te volgen op Instagram, TikTok en Snapchat. Allemaal Sarah Voort. Kan je niet genoeg van me krijgen? Ik heb heel veel van jullie trouwens ontmoet op het festival. En het was zo leuk om jullie te zien en te spreken. Dus als je me ziet, wees niet bang om naar me te lopen. Want ik vind het alleen maar heel gezellig om jullie te leren kennen en jullie te spreken. Nou goed, bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie snel weer.